Hallo, leuk dat je weer kijkt naar deze nieuwe aflevering van Ook van Wostrout. Vandaag zijn we bij de opening van het grote Oostrouts Carnavalsmuseum. En die vond plaats op zaterdag 18 januari. Aangezien het Carnavalsmuseum opnieuw is ingericht, was dat reden voor een feestje. Dus werd Prins Carnaval en zijn gevolg daarvoor uitgenodigd. Ook reikte zij een foto uit die wel heel erg leek op een andere bekende foto. Zij de Beatles en die liepen op Abbey Road toen. Ja. En wij liepen naar de Kloosterstraat. Als je dat nou vrij vertaalt, is Abbey Road op Kloosterstraat. Nou, meer toeval. Natuurlijk verzorgde het Jeugdhofkapel de muziek en kon er lekker een drankje gedronken worden tijdens deze feestelijke opening. Het mooiste vind ik dat er drie generaties hangen, dus ook mijn vader en mijn opa. Maar vooral dat het bewaard blijft voor KNO, wat we allemaal hier hebben aan kwaliteit en aan leut en aan mooie dingen. Het is allemaal mooi. Maar er is toch wel iets, één stuk? Nee, er zijn niet. Ik zal niet zeggen van nou, er zit. Kijk, wat nou specifiek voor ons gebouwd is, en dat doet me dus erg deugd, is waar we voor staan. Dat is gemaakt door de carnavalswagenbouwers van Oosterhout. Die hebben dit stuk speciaal gebouwd voor ons in het museum om te laten zien hoe dat carnavalswagens gebouwd worden. Dat is een heel mooi stuk natuurlijk. Als u nou iets zou moeten veranderen aan de tentoonstelling, wat zou dat dan zijn? Niks op dit moment, want we hebben het net veranderd. We zijn net klaar met het inrichten. We moeten nog een paar kleine dingen doen en dan blijft het zo weer even staan. En dan gaan we bent u helemaal tevreden voor de komende jaren? Dan zijn we de komende paar jaar weer tevreden, maar ja. Dit was deze aflevering van Ook van Wostrout weer over de opening van het Carnavalsmuseum. Tijd dat we ook met carnaval een leuke serie gaan maken over carnaval, zodat ik erachter kan komen wat er nou zo leuk is aan carnaval. Heel erg tot de volgende keer bij Ook van Wostrout. Hoi!